Zomaar op de vrijdagavond ben ik te zien. Voor Mintens. Weer heel wat nieuws. Ja, dat is even een ander gezicht. Niet Jolien, maar ik. Want Jolien die staat heerlijk op te treden. Met haar band. Of in ieder geval misschien nu te prepareren. Voor de leuke avond. En ik zit lekker te wachten op jullie, zodat we live kunnen met elkaar. Nou ja, ik ben al live. En ik wacht gewoon eventjes totdat jullie lekker zijn ingeschakeld. Gekke tijd ook voor mij, hè? Want normaal gesproken ga ik eigenlijk altijd om 19:30 live. En nu om 20:00 op Jolien haar tijd. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dus. En we gaan, ik ga laten zien de kracht van Mintens. Hoe mooi je jezelf kan opmaken met niet al te veel product. En er toch heel mooi verzorgd uitzien. Of in ieder geval, ik ga me gewoon eenzijdig opmaken. En ik kan er wel een heel verhaal van maken. Maar gaandeweg ga je gewoon zien wat deze make-up voor je doet. En dat is natuurlijk gewoon echt een feest. Hallo allemaal. Hi Monique. Ja, Carina zegt leuk jij op vrijdag. Ja, weer eens wat anders. Ik heb weer zin in een leuke live, zegt Esther. Nou, de verwachtingen zijn hoog, Esther. Hey Sonja. Ah, graag gedaan hoor Christa. Ik hoop dat je er lekker van geniet. En zo'n fles is nu wel handig, toch? Leuk. Nou, het mag duidelijk zijn dat ik gewoon echt lekker met mijn blote binnengezicht voor de camera zit. Jacqueline, Jolanda, die zeggen nog even gedag. Hallo allemaal. Wat heb ik gedaan? Ik heb met de Milk eerst mijn huid gereinigd en daarna met de lotion. Want de Milk die haalt talg, vuil en make-up er vanaf, maar op een vriendelijke manier, stript niet. En de lotion die trekt de poriën leeg en die herstelt de pH-waarde van de huid, zodat de verzorgingsproducten optimaal worden opgenomen. Misschien ook wel leuk om te vertellen hoe ik dat doe. Ik gebruik een watje, die maak ik nat, die knijp ik uit en dan is je watje verzadigd. Dan doe ik echt een druppel erop. Ik knijp het watje dicht en dan ga ik ermee over mijn huid. Omdat mijn watje dan nat is, glijdt hij veel makkelijker over mijn huid. Heb ik never nooit pluisjes op mijn gezicht. En ik heb controle, want ik kan zelf lekker poetsen. En op mijn ogen laat ik hem natuurlijk weken. Nou, als ik dat gedaan heb, is hij goed bruin. En dan doe ik hetzelfde trucje met de lotion. Zo doe je veel langer met je verzorgingsproducten. Want je watje is al verzadigd. En ik vind dat je nog betere controle hebt over het reinigen van je huid. Nou, is dat een leuke tip of niet? Of doen jullie dat al? De mensen die hier op workshop zijn geweest, die weten het. Want dan vertel ik het en dan doen we het ook samen. Maar ik dacht eigenlijk wel leuk om even te vertellen. Want als je het tussen je handen doet, kan je natuurlijk ook heel goed masseren. Maar ik heb het idee, en probeer het eens uit, als je het met een watje doet, wat dus al nat is en goed uitgeknepen, dat je meer controle hebt. En ik vind het ook heel fijn om op de ogen te leggen, even te weken en dan dus makkelijk je mascara eraf te halen. Ja toch? Goeie tip. Nou, toen heb ik de Intensive Repair Crème opgedaan. Dit is de mooie dag- en nachtcrème, anti-aging. En het is de middelste van de drie, want je hebt de Sensitive Repair, Intensive Repair en Age Repair. De Sensitive Repair is een wat luchtige formule, heel fijn voor de gevoelige huidjes of de vettere huid. De Intensive Repair is zeg maar de normale crème, mooie rijke formule, maar niet super vol en romig. Ja, eigenlijk de normale, laat ik het dan zomaar noemen. Dag en nacht anti-aging. En dan heb je natuurlijk ook nog de Age Repair Crème. En die is heel vol en heel romig en heel rijk.
Oh, leuk. Jullie hebben meteen reacties. Ja, wacht even. Goeie tip. Ja, Anita doet het al. Met de opleiding geleerd, zegt Jolien. Sinds jij me dat vertelde, doe ik het zo. Werkt perfect, zegt Aline. Ans reinigt ook zo. Ja, het is zo handig met de mascara. Je legt het watje gewoon even la 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 la. Ik druk eigenlijk ook echt nog, zeg maar, ik leg hem neer. En dan druk ik ook nog even zo op de wimper. Weg als sneeuw voor de zon. Goed, daarna heb ik de oogcontourcrème opgedaan. Overdag doe ik die echt onder de ogen. En ik klop hem van binnen naar buiten in. Want het is hier altijd een beetje puffy en vochtig als je uit je bed komt. En het is wel fijn om dat vocht te kunnen afdrijven. Dus ik ga echt tik, 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 tik. Zo masseer ik hem in. En dan ga ik hier en hier die hoekjes niet vergeten. Niet op je ooglid, want dan glijdt je oogschaduw alle kanten op. Dat doe je gewoon lekker 's avonds voor het slapen gaan. Straks doen we dat. Right. Nou, dan gaan we nu een stapje samen doen. Dat is Flawless Face Primer. Jee. Wat doet een primer? Die prepareert je huid. En de poederprimer matteert. Maakt de poriën wat milder. Hij matteert en hij zorgt voor een mooie matte look. En uiteindelijk heeft het natuurlijk als doel om je make-up zo lang mogelijk op zijn plek te laten zitten. Flawless Face Primer heeft hetzelfde doel, laat ik dat zeggen. Alleen, de Flawless Face Primer laat een hele mooie glow achter op de huid. Nou, je ziet, mijn huid glanst altijd al wel. Maar, ik doe een beetje van die Flawless Face Primer op mijn bovenkant van mijn hand. En ik pak de extra dekking kwast. Gewoon omdat ik dat fijn vind. En die ga ik nu eens even aanbrengen op één kant van mijn huid. Voor mij werkt die dus niet onder mijn ogen. Als ik de Flawless Face Primer onder mijn ogen aanbreng, gek genoeg, krijg ik dan krakkelee. Nou ja, zo zie je maar dat ieder huidje anders reageert. Het wordt droger bij mij in plaats van dat hij nog beter gevoed wordt. Terwijl de rest van mijn huid, moet je kijken hoe mooi. Kijk, dit ziet er gewoon mooi glanzend uit, maar dit is mooi, super mooi gevoed. En je ziet gewoon dat mijn huid helemaal mooi zacht en glad is. En dit zorgt dus voor optimale dekking van mijn foundation en dat die mooi blijft zitten. Hij geeft de huid ook extra voeding, hè? Ben ik heel blij mee. Ik vind hem echt top. Top, 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 top. Sinds dag 1. Madly in love. We zijn een lekkere match. Want ik hou van glowy. Dus. En als je iets over hebt op je hand, lekker insmeren, want de squalane, jojoba en groene thee is natuurlijk helemaal super fijn voor je huidje. Of hier, wordt vaak vergeten. Vergeet niet je hals en je décolleté. Zo, nou, dan kunnen we eens wat gaan doen. Het thema van vandaag is dus Power of Mintens. Ik ga me eenzijdig opmaken. Oh my god, waarom doe ik dit? Waarom ben ik hier aan begonnen? Maar we gaan het gewoon doen. Dus ik ga jullie meenemen stap voor stap voor stap. Waarom doe ik iets? Hoe doe ik het? Welk resultaat heeft het? En dan gaan we natuurlijk ook nog even het oog opmaken. En ik heb Nare Zip voorbereid. Toen ik net ging zitten, dacht ik, zou het niet eens leuk zijn om de Forest te combineren met de Pink? Of zo. Of de plum met de pink. Vind ik ook altijd lekker. En de purper. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik de dames gewoon eens laten beslissen. Dus we gaan een ooglookje doen aan één kant. En nou ja, laten we samen eens kijken welke kleuren we leuk vinden. En wat we gaan doen. Dus denk maar alvast even na. Dan komen we zo tot een mooie look. Want het is natuurlijk wel leuk om een mooie look te maken. Ik ga niet overdreven shapen. Ik doe het allemaal, maar gewoon easy. Want anders is het. Het is natuurlijk super makkelijk om één kant echt vol in de glam op te maken en dan te zeggen: ja, power of mintens. Ja, als je je zo heftig opmaakt, is het altijd power. Maar waar het om gaat, is dat je met de producten van mintens, met weinig product, zo mooi en verzorgd en groot resultaat krijgt. Dat is gewoon echt te gek om te laten zien.
Dus dat gaan we doen. Nou, eens even kijken. Daisy, ik ben benieuwd naar jouw rijmelarij. Maak er wat moois van, lady. Ik kan niet wachten. Huh? Hey, Suzanne zegt, ik hoorde gisteren dat ik met een collega van jou in de ouderraad zit. Oh, Suzanne, vertel eens. Zit in de primer ook SPF, denk ik, dat je wil weten, hè, Annemarie? Nee, tenminste, ik roep dat nu keihard, nee. Sowieso mogen we in minerale make-up geen SPF benoemen, omdat minerale make-up een natuurlijke zonnefilter bevat. Het weerkaatst het zonlicht, in plaats van dat het zonlicht... Oké, ik moet even wat uitleggen. Zonnebrand met een SPF, en dan hebben we het even zeg maar over de commerciële merken, laat ik het zo zeggen. Die hebben een bescherming. Je smeert de crème op, de crème trekt in de huid en de zon kan de huid nog in, maar daarna wordt de huid wel beschermd tegen zonschade en verbranden en stralingen. Maar hij dringt de huid wel binnen. Met een natuurlijke zonfilter ligt er dus een laagje op je huid, waardoor de zon niet de huid binnen kan dringen en dus eigenlijk meteen weer kaatst. Dat is het verschil. Wil je zeg maar minerale make-up een SPF meegeven, als we daar dan dus over willen praten, even over zwaartes, dat je denkt, oké, welke SPF hebben we dan over? Als het meetbaar is, is in principe minerale make-up komt heel moeilijk boven de 15 uit. Dus daarom verkondigen we ook niet dat je met minerale make-up beschermd bent voor de zon. Want dat geeft misschien een beetje de verkeerde boodschap af. Wees gewoon voorzichtig, smeer een SPF, smeer je zonnebrand. Als je zeg maar naar buiten gaat en je bent 10 minuten, kwartiertje in de zon, heb je echt wel enigszins bescherming, maar je kan er niet mee zonnebaden. Nou, lang verhaal, goede info, denk ik, toch? Nou. Hey Marion. Haha. Esther vindt het tof. Nou, rood tinten. Hoi. Marion's pedicure, die ziet het wel zitten. Forest and Purple, zegt Lucy. Pink is echt een mooie. Waarom kan ik dat dus niet zien? Dat vind ik zo vervelend. Dan houdt er zin bij mij op. Jammer. Iets met een nearly nude. Zo heel braaf hoor, Aline. Ja, Mieke. Dietje heeft ook gewoon een brood weer in het gezicht. Ja, is eventjes geleden. Ah, leuk Patricia dat je kijkt. Oh, Suzanne, is dat soms iemand uit Nieuwegein? Is dat... Is dat iemand uit Nieuwegein? Laat ik dat eerst even vragen. Ja, ik denk dat ik weet wie je bedoelt hoor. Silky Orange, zegt Ellen. Ellie, sorry. Oh. Ja hè, Guinan. Ja, toen smeerden we ons gewoon in met olijfolie. En citroen in ons haar. Maar goed, inmiddels zijn we wat rijker qua informatie. En zijn we voorzichtiger met ons huid. En mensen zeggen altijd, wat heb jij een goede huid? Wat heb je weinig rimpels? Ik ga er niet om liegen dat ik mijn frons wegspuit. Nou ja, oké, die zit er nu dan wel. Maar verder heb ik inderdaad niks aan mijn gezicht laten doen of iets dergelijks. Ik heb heel erg acne gehad toen ik jong was. En daar heb ik nu gewoon een voordeel van. Dat betekent ook dat ik al op hele jonge leeftijd goed voor mijn huid heb leren zorgen. Dus ik reinigde 's ochtends en 's avonds. Ik draaide zelfs mijn kussensloopje of mijn kussen om. Zeg maar ene nacht ene kant, andere nacht andere kant. Hup. Als ik thuis kwam van school, meteen mijn gezicht reinigen. 1 keer in de week scrubben, 1 keer in de week masker. Nou, dat is ongeveer een way of life geworden. En ik heb natuurlijk ook gewoon geen droge huidstructuur. Dat helpt ook. Maar ja, ik heb gewoon heel weinig rimpels en ik ben daar heel blij mee. Ik blijf mijn huid dus ook super goed verzorgen. Want ja,
Ja. Jennifer. Suzanne. Ja, Jennifer. Superleuke vrouw. Ja. Goeie fysicist ook. Ja, heel leuk. Jammer dat ze niet dichtbij woont, anders had ik mijn nageltjes bij haar laten doen. Ja, degene die dus in Nieuwegein een omgeving woont. Jennifer is heel goed in nagels en mooie brows maken. Dus dat is wel heel leuk om even naar te kijken. Ik weet alleen even niet de salonnaam waar ze werkt. Maar je vindt haar wel in mijn contactenlijst. Leuk. Alright. Ik smeer factor 50. Heel goed, Daisy. Ik kan niet meer zonder. Ja. Nou, ik denk dat het eens tijd wordt om wat te gaan doen. Ik ben helemaal van mijn apropos, want ik moet natuurlijk helemaal van A tot Z in de stijgers. Hey. Nou, laten we dan maar eens beginnen met de roze concealer. Zeg ik dat goed? Ja, want ik heb al mijn crampjes op. Nou, let's hit it. Een beetje op mijn kwast. Voor degene die altijd vragen hoe ik dat doe. Nou, zo dus. Tada. En als er dus een waasje op mijn kwast zit, dan ga ik hier eens even lekker poetsen. En je ziet dat ik mijn huid vasthoud. Want nu, kijk, nu kan ik gewoon vegen zonder dat de huid hobbel de bobbel meegaat. En dat betekent dat ik dus ook de diepte bereik van de wal en de rimpeltjes. En dat is precies waarmee je de winst haalt. Dus vandaar dat ik de boel even lekker strak trek. Als ik dat niet doe, dan ga je stropen, zeg maar dit. Drrr, drrr. Nou, ik hoef niet uit te leggen wat dat doet met je eindresultaat, toch? Even het hoekje hier. En ik vind het ook wel fijn om er een soort van, om wat open te trekken. Angela noemt het geloof ik het frietzakje. Zo. Gewoon lekker opfrissen. Nou, en ik ga hier het schaduwplekje langs de neus ook maar even meenemen. En hier het gezellige lachlijntje. Ja, en wat ik dan ook nog... Esther zegt, ik heb gauw last van pigmentvlekken. Ja, Esther, zorg dat je inderdaad gewoon echt trouw je SPF smeert. Ook in de winter, hè, mensen. En zonnestraling en schade schijnt ook door het raam te komen. Dus SPF is gewoon goed om te dragen. Hou je huid mooi, hou je huid jong. Je moet er je hele leven mee. Nou, dit is wel genoeg, vind ik. Ik heb aan deze kant een heel vervelend mondhoekje. Maar ja, die kant mag ik niet aankomen. Jullie moeten echt op me letten, hè, dat ik niet per ongeluk naar de andere kant ga. Want dat is zo'n gewoonte. Zo, dit vind ik wel genoeg. Toch? Zo. Eigenlijk gebruik ik nooit groene concealer. Maar het zou wel iets mooier zijn als ik dat deed. Want ik heb last van een beetje couperose bij mijn neus. Vooral hier. Dus als ik daar nou een heel klein beetje groene concealer geef. En dan ook meteen de boel daar een beetje... ja, lichter maken. Dan doe ik ook even dat rode kinnetje hier. Aan één kant, Jaantje. Even wennen hoor. Aan één kant. Ik heb daar rood, dus groene concealer. Oh, Floortje, het is echt vervelend. Ik kan jullie... Als jullie hele lapjes tekst schrijven, dan kan ik dat niet zien. Ik snap het niet. Kan iemand me dat uitleggen? Kan ik dan nog iets doen? Oké. Roze niet te fel in combinatie met goud in. Golden eye, zegt Melissa. Hi Daisy, ik ook factor 50. Welke gebruik jij? We begonnen met 4. Ja, dan 2, dan olie. Ja, geweldig. Ja, IJsselstein inderdaad, Suzanne. Jennifer, ja. Goeie vraag, Anita. Wat is nou beter? SPF onder je dagcreme of eroverheen?
eroverheen. Eerst je verzorging en dan je SPF. Ja. Ik kan niet zonder groene concealer, rosacea. Ja, Wendy, wat ben je dan blij met die concealers. Oh, ja. Had Angela ook al, zegt Christa. Oh jee, ik weet het even niet. Bisk, jongens. We gaan lekker aan de bisk. Ja, ik ben heel blij met deze kleur. Dit is echt de perfecte kleur voor mij. En omdat ik dus in de zomer veel minder make-up gebruik, wissel ik dus ook nooit van foundation. Ik maak mezelf liever nog eventjes iets warmer met een bronzer en een blush, dan dat ik nog een tandje omhoog ga in mijn foundation. Maar dat laat eigenlijk ook meteen wel zien hoe voorzichtig ik ben met mijn huid. Vergis je niet, hè? Ik ben echt een zonaanbieder. Ik vind het heerlijk. Maar ik ga echt altijd goed beschermd de zon in. En ik draag, als het warm is, als ik op vakantie ben, heb ik altijd leuke hoeden bij me. Ik zorg altijd als ik op het strand lig, dat ik een bedje heb met zo'n dakje. Of dus mijn hoedje op heb. En er zijn maar weinig momenten dat ik echt gewoon in de zon ga liggen. In de felle zon in ieder geval, met mijn complete gezicht. Nou, jullie zien, ik ben lekker begonnen met die bisk. En ik ben lekker aan het masseren. Oh, misschien goed om even te laten zien hoeveel ik pak. Nou, ik doe dit. En dan maak ik dus lekker ronddraaiende bewegingen. En ik pak echt hele kleine beetjes. Begin op een plekje waar je de meeste dekking wil. Begin lekker stempelend en daarna ga je masseren. Lekker inmasseren. En check altijd even hoe het hier met je hals staat. Nou, ik weet dat ik hier gewoon echt wel een witte plek heb altijd. Dus die neem ik mee. Kijk, en ik gebruik dus echt heel weinig. Maar doordat dat ik zo weinig gebruik en heel goed inmasseer, krijg ik gewoon echt wel een heel mooi resultaat. Natuurlijk, maar wel met een mooie dekking. Altijd nog even met je kleine 350 kwast. Alle plekken waar je met concealer bent geweest nog even controleren. Nooit zonder foundation laten zitten. Want dan krijg je hele rare glazige ogen. Dat kan echt beter, zeg maar. Want je wil eigenlijk je canvas heel mooi egaliseren. En de kleur gelijk trekken. Oh, je ziet nu al echt een enorm verschil, hè? Wacht, omdat ik natuurlijk PMU wenkbrauwen heb, ga ik nooit met die kwast over mijn ogen en mijn wenkbrauwen heen, want dan krijg ik hele stoffige wenkbrauwen van. Dus ik pak altijd mijn 350 kwastje en dan doe ik op deze manier eventjes de boel recht trekken. Kijk nou. Fantastisch dit, hè? Ik krijg de donkere schaduw plek aan de binnenkant tussen oog, wenkbrauw, neus niet weg met roze of gele concealer. Oké, Marion, jij bedoelt hier. Kijk eens hoe ik mijn kwast vast heb. Als je hem zo benadert, kom je nooit hier in de hoek. Dus ik benader hem vanaf de zijkant en dan doe ik echt dit. Zie je hem? En schaduw haal je in principe weg met de roze concealer. En daarna dus nog de foundation eroverheen. Kijk, ik ga je één ding laten zien. Diepte kan je niet weghalen. Dat heb ik ook. Maar het gaat om het totaalbeeld. Het gaat om het afleiden. Dus zet wat meer bronzer en blush aan. Dat gaat je echt helpen. Laatst zag ik een willekeurig iemand met schaduw onder ogen. Echt veel. En ik had meteen de behoefte om met roze concealer te gaan. Ja, oh, ik zou het haar zo graag laten zien. Ja, oh, kijk jongens. Heel even, kijk. Cool, hè? Oh, Hermieke, ik snap het echt.
je handen jeuken dan. Ook gewoon omdat je weet dat je iemand zo blij kan maken ermee. Dat is het denk ik met name. Yvonne zegt, mijn huid is nu vreselijk. Ik ben op vakantie. Oh, maar dat is vervelend, Yvonne. Anita zegt, ik doe het goed. Oh, Lucy, thank you. Nee, dat staat er dus niet bij, Patricia. Meer lezen. Nee. Muchacha, natuurlijk. Hè? Muchacha fysici. Ja, maar Jennifer is ook aangesloten bij een salon. Waar ze ook mensen behandelt. Dus, nou ja, wat een reclame voor Jennifer. Zomaar even tussendoor. Hoe leuk, hoe leuk, hoe leuk. Oh, sorry, ik heb kriebel. Lou, lekker Diaan, lekker aan het make-upen. Lulu. eens even kijken. Ik heb ook de bisque, maar is nu na een week van hooien te licht. Welke zou je adviseren? Ja, Ellie, dan kom je op de Suède uit, inderdaad. Hoi, Monika, te laat, geeft niet. Na de concealer doe ik eerst nog de high cover concealer. Ja, dat kan ook nog. Goeie tip, Wendy. Marion, sluit weer even aan. Leuk. Nee, het werkt niet, het tikken op het tekstveld. Wat gek zeg. Dat heb ik met goede bloedvaten, dan wil ik een infuus prikken. Floortje, oh my god. Oh, nou, hey, Floortje, Floortje. Kijk, wacht. Ik heb, oh, dit kan ik niet laten zien. Kijk, Floortje. Hey, ik ben heel makkelijk te prikken. Ook in mijn polsen. En kijk, ook in mijn handen. Ja, ik ben een makkelijk slachtoffer, maar ik blijf bij jou uit de buurt. hoi Diana, welk nummer is die kleine? Welk nummer kwast is die kleine? Als, ja, tuurlijk kan je die ophalen in de winkel, Sylvia, geen probleem. Maar bedoel jij het oogschaduwkwastje, de kleine? Dat is de 400. Of bedoel jij de concealerkwast? Laat mij even weten. Dolly. Ik denk dat ze zo blij zou zijn. Ja, even met de kwast terugkriebelen. Huh? Ja! Wat cool, Nick. Jij hebt zo'n hele mooie tekst. Dat wil ik ook. Oh, mensen, hou op hoor. Leuk onderwerp dit. We gaan het even lekker hebben over bloedprikken. Oh, mijn hemel. Respect hoor voor jullie trouwens, overigens. Goed, ik vind dus mijn gezicht goed genoeg met de roze concealer, ietsje pietsje groen of helemaal niet, foundation, that's it. Ik ga niet meer heel fanatiek met de high cover concealer aan de slag. Ik zou het wel willen, maar hij pakt niet altijd even goed uit qua kleur bij mij. En heel eerlijk, in de zomer gebruik ik gewoon minder make-up. Dus, ik kan natuurlijk wel met een lichtere kleur foundation nog, of lekker met die high cover concealer extra light, want die is perfect als ik wil oplichten en shapen. Kijk, die is net iets lichter. Vind ik helemaal leuk. Maar dat gaan we vandaag even niet doen. We hoeven niet helemaal in de stijgers. Dus, die jongen gaat terug. Dan gaan we wel even lekker... zal ik weer eens een keer de Sandy doen? Of... Welke kleur bronzer zal ik doen, jongens? Waar hebben jullie zin in? Nou, geen mok aan, want dat staat er niet. God, heb ik de cacao opgegeten of zo? Waar is die gebleven? Oh, ligt voor mijn neus. Ha. Vertel. Wat zal ik doen? Ja, cacao? Ja. Oké. Okay. Mijn makker over te halen hoor. Is ook mijn favoriet. Oeh, choco. Ja, ook leuk. Oeh, je dochter. Oh jeetje Wendy. Dus je bent proefkonijn. Oké, jongens, we gaan aan de slag met de cacao. Ja, dit is natuurlijk gewoon een fantastische kleur, hè? De cacao, ik begin een beetje zo hier met poetsen aan de bovenkant van mijn oor, zo te zeggen. Zie je?
Dit is de plek waar ik hem ga aanzetten. En ik kijk recht in de spiegel, zodat ik zie wat het doet. En eigenlijk wil ik hem niet te ver naar voren halen. Ik heb ook heel weinig op mijn kwast. Ik lach, omdat het hier naar binnen loopt. Als ik lach, dan krijg ik een bolle toet daar. En dan staat die huid lekker op spanning. En dan komt hij er gewoon mooier op. Oké, en nu ga ik zo poetsen langs de haargrens. Bijna ging ik naar de andere kant. Ik heb echt heel weinig op mijn kwast. En toch zie je het. Ik pak, wat ik vaak doe, is dan alleen even van het roostertje afhalen. Als ik toch nog een beetje wil gebruiken voor hier zo aan de bovenkant. Dan weet ik in ieder geval zeker dat ik niet vol in de pot gedipt heb en het heel heftig wordt. Maar ik vind dit genoeg, want ik ga nog lekker met een blush aan de slag. Jeumig. En dan gebruik ik echt niet veel, hè. Zo, toch een goed verschil. Leuk, 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 leuk. Ik was nog even een aflevering aan het kijken, zegt Daisy, dus ik heb wat gemist. Nou, het valt mee hoor, Daisy. We gaan eenzijdig opmaken. De Power of Mintense gaan we laten zien. Eigenlijk laten we dus gewoon zien, zonder overdreven op te maken, zonder overdreven veel producten gebruiken, wat voor mooie resultaten je haalt en wat een verschil het dus is. Dat is wel echt heel leuk. Ik had eigenlijk in mijn hoofd om lekker de Charm blush te gebruiken. Dus dat ga ik ook gewoon doen. En die pak ik op de blushkwast. En dan zet ik hem een beetje zo tamponerend aan. En wat ik eigenlijk altijd doe, is dit licht houden. Waardoor mijn oog lekker fris en open blijft staan. En die schaduw onder mijn ogen, eigenlijk, daar wordt gewoon, ik leid van de schaduw onder mijn ogen, leid ik af. Om het hier mooi fris en open te houden. Je kan nog even met die concealerkwast er langs gaan. Dat je zeker weet dat die op de goede plek zit. Ik vind het altijd een lekker kleurtje hoor. Ja. Ja, weet je wat het is, Esther? Je zit vaak zo in die modus van make-uppen, make-uppen. En we kijken al die live shows en je wil alles uitproberen. En het moet steeds mooier en beter en groter. Terwijl de kracht van Mintense is eigenlijk gewoon dat je met heel weinig product heel groot resultaat kan boeken. En dat we misschien eigenlijk wel eens vergeten hoe goed we al in de make-up zitten. Maar dat we zo gefocust zijn om op dingetjes te proberen dat je het misschien niet helemaal meer ziet. Ik ga lekker de set-in finisher gebruiken. En dat is wel, ik heb het er wel over dat ik dus geen kleur wissel in de zomer. Maar ik pak wel standaard in de zomer set-in finisher. En ik begin hier om te zorgen dat het daar strak, kijk, strak erop zit. Dat het hier mooi zacht is. En dan ga ik eigenlijk heel zacht eroverheen. Dip ik nog een keer in de pot. Hele kleine beetjes. En ga ik hier ook zo de boel mooi zacht maken en fixeren. Want dat is wat hij doet, hè? Heel vaak haal ik dan nog even, en ik denk dat dat een soort gewoonte is geworden, toch nog even die blushkwast zo over het appeltje van mijn wang. Om zeker te weten dat de blush niet weg is. Want je ziet hoe vlak ik eigenlijk ben. En ik heb echt blush nodig om mijn gezicht te laten sprankelen. Dus ik zet hem altijd nog even extra aan. En ik ben gewoon echt een ontzettende blush fan. En dan ga ik altijd nog even daarna eroverheen met de champagne highlight. Maar ja, ik ben mijn waaierkwast vergeten, jongens. Dus ik doe het even met de ouderwetse kwast. Heerlijk. Even zo'n glansje.
Leuk. Zie je dat ik hem heel subtiel aanzet, maar daardoor krijg ik wel hier mooi op de bovenkant van mijn jukbeen die mooie glans. En het wordt hier toch weer ietsje benadrukt en opengezet en fris gemaakt. Kijk. Wat je ook nog even kan doen is natuurlijk met deze zorgen dat hij er hier strak op zit, hè? Of je haalt je foundation kwast er langs. Maar als je die finisher gebruikt, heb je dat in principe niet nodig. Kijk. Hè, die couperose hier, een beetje roodheid. Ik heb ook echt wel veel moedervlekjes. Hier een heel klein beetje pigment en hier. Maar verder eigenlijk niet. Ja, moet je kijken wat een verschil. Ja, het is echt wel super cool. Alright. Ja, Esther zegt ik ga dit dus een keer bij mezelf doen. Ja, ik zou het jullie echt aanraden, want het is zo leuk om te zien. Ja, mooi hè, die cacao met de charm. Is wel echt een van mijn favorieten. Ik weet niet of ik het wel wil zien bij mezelf. Ik ben weg van de soft abricot. Is ook een hele mooie kleur hoor, Sandra. Ja, sunset. Ook heel erg leuk. Niet te veel gebruik inderdaad. Oeh. Ik lees ondertussen ook de ziekenhuisverhalen. Highlight vind ik snel te veel bij mezelf, zegt Monica. Nou ja, probeer het eens zoals ik het doe. Heel zacht en heel licht. Ik ben Mintens fan. Ik gebruik te weinig, maar nu vaak alles op. En krijg regelmatig te horen dat ik er goed uitzie. Ja, lekker hè, Floortje. Heerlijk. Oh ja, goede tip Wendy. De Moonlight is wat subtieler. Die heeft een zijdeglans en niet een glittertje erin. Klopt. Goed, zijn we er al over uit welke kleur oogschaduw we gaan doen? Ik had natuurlijk een beetje het idee, hè? Daar kwam ik mee van, nou is het leuk om de pink te gebruiken. Even kijken. Pink met de forest of de pink met de plum en de purple. Dat ging een beetje door mijn hoofd heen, eerlijk gezegd. Eens even kijken. Oh, hier zie ik de pink al liggen. Pink met safari en soul. Passionata. Ja, die heb ik ook al wel vaker gebruikt. Ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk alle kleurtjes wel een keer gebruikt. Dat is ook gewoon zo. Goud. Grape. Voor je aan je ogen begint, zegt Ginan. Ik zie dat je ook witte verdikkingen hebt in de binnenooghoeken. Bij mij is dat nog een tandje erger. Ik probeer dat met wenkbrauwpoeder bruin te maken, zodat het wegvalt. Is er iets met concealer aan te doen? Wat bedoel je precies, Ginan? Bedoel je hier? Ja, hoe komt jouw lettertype zo mooi? Echt prachtig. Grape en pink. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Lukt vast wel. Grape en pink. Ja, waarom niet? Even denken hoor jongens. Zetten we daar dan de plum gewoon bij? Ja, misschien wel hè. Of Midnight. Ja, dat wordt meteen weer zo heftig. Nee, dat gaan we niet doen. Plum is natuurlijk ook met glans, hè? Ja. Zal ik toch eens tegen beter weten in met glans gaan inschaduwen? Kunnen we meteen even zien hoe dat, wat voor effect het ook weer heeft.
weet je wat? Ik ga wel gewoon even met het bruine potlood even wat streepjes zetten. Zo. Dit is ook een manier om te beginnen, jongens. Ik probeer ook elke keer weer een ander maniertje te laten zien. Zodat je een beetje voor jezelf kan experimenteren wat je makkelijk vindt. Even kijken. Ik denk dat ik gewoon met een blendkwast dit een beetje zo omhoog en naar de zijkant ga werken. Bruine potlood heb ik nu, hè. En omdat ik het met een blendkwast blend, wordt het meteen heel zacht. Het lijkt heel heftig wat je doet, hè, met dat potloodje zo een beetje. Maar doordat je met de blendkwast gaat inschaduwen, zo te zeggen, valt dat allemaal reuze mee. Zo, dit is een goed begin. Laat ik dan meteen die plum maar even. Dat krijg je als je het roostertje opentrekt en het zit vol met oogschaduw. Laat ik dit dan maar meteen eens een beetje gaan inkleuren met die plum. Zo, zit er veel aan je kwastje die. Gevaarlijk. En ik heb mijn waaierkwast niet bij me. Zie je, ik ga meteen alweer een stuk donkerder dan eigenlijk de bedoeling was. Maar, meteen weghalen, hè? Paniek. Als ik nu meteen dit eens een beetje zo netjes ga blenden, dan wordt het allemaal wel wat milder. En dan gaan we, oh, misschien moeten we de mouw even lekker. Weet je wat, we nemen de mouw mee in de arcadeboog. Dus we zijn toch een soort van paars-roze lookje aan het maken nu. Even kijken, zo. Zo, prima. Kijk, het wordt meteen al een stukje milder. En aan de onderkant gaan we ze direct ook gewoon wat milder maken. Maar dat komt goed. Hier in het hoekje heb je echt wel kracht nodig, hè? En je kan natuurlijk altijd nog een beetje zo blenden. Of we pakken een wattenstaafje. You know. Ik, Diaantje en de wattenstaafjes zijn dikke vriendinnen, hè? Dat weet je. Dat weten jullie wel inmiddels. Zo kan je hem ook nog een beetje terugduwen. Loekje met de greep, ja, precies. Pink, sugar, twinkel naast elkaar, zwartje. Even kijken hoor. Pink, sugar en twinkel. Oké. Pink, sugar, sugar en twinkel. Ja. Jeetje. Ik doe die roostertjes veel te strak dicht. Krijg ik het amper mee open. Herkennen jullie dat? Jeetje. Sugar. Sugar heeft ook een beetje zo'n zijdeglans. Pink is echt een bijna metallic, een holografische. Echt een van mijn all-time favorites, overigens ook. En dan hebben we nog de twinkel. De twinkel, nou ja, de naam zegt de twinkle twinkle little star. Dat is hij ook echt. Kijk. Pink, sugar, twinkel. Voor Linda. Nou. Ben zelf fan van de plum. Doe daarna vaak met mouth en romantic. Jee, mooi. Christa, het is ook een kunst, maar het is ook gewoon een kwestie van vaak doen. Oké. Het lijkt wel de midnight zo donker. Ja, dat komt omdat ik dus het potlood eronder heb. Maar voor de mensen die... het is heel goed dat we dit dus doen. Want als jij denkt, oh my god, ik vind het veel te donker, ga dan lekker met de kleur die je op je bewegend ooglid gaat plaatsen. En we gaan dat nu doen met de pink en de grape. Trek die dan gewoon wat meer eroverheen en dan trek je het eigenlijk helemaal recht. Ik denk dat we de
grape wel dat we er goed aan zouden doen om hem nat aan te zetten. Maar ik ga eerst eens even kijken wat we ervan vinden om hem droog aan te zetten. Nou, dat is op zich prima. Hè? Ik zet hem er gewoon zo netjes tegenaan. Ja, plum, grape. En moet je opletten wat er gebeurt als je hier dus de pink tegenaan zet. Kijk even naar hoe het nu is. En kijk even wat er gebeurt als je dus zo'n warme en lichtere kleur er tegenaan zet. En die pink is zo mooi. Echt, als je deze nog niet hebt, meteen in je winkelmand, alstublieft. Want hier ga je zo blij van worden. Sorry, ik mag niet, mag jullie niet pushen. Maar het is gewoon echt een gemiste kans als je deze niet in de collectie hebt. En ik heb hem nu droog aangezet, terwijl ik eigenlijk altijd de pink nat gebruik. Oh, die paarse kleur en dat roze is zo mooi bij elkaar. Eens even kijken, want volgens mij ben ik hier een beetje aan het morsen. Laten we voor de zekerheid even eroverheen gaan. Meteen schoonmaken. En ik vind hier dat hij een beetje rommelig is. Dus dat ga ik ook even recht trekken met die concealer kwast. Ik ben toch bezig, dus... Zo. Hier zit een goede inschaduw in. Improviseren, precies. Wil je de kleur even swatchen? Ja, ga ik straks doen. Jullie zijn ook dol op de wattenstaafjes. Ja, dat is lastig hè, Martine. Dat is ook gewoon heel lastig. Als je oogleden vettig zijn, dat je halverwege de dag gewoon wat intensiteit verliest. Heb je al geprobeerd om de Flawless Primer op je oogleden te doen? Of de poederprimer? Of alle twee? Daar moet je gewoon eventjes in experimenteren soms. Ja! Christa trekt soms de potjes open met de tanden. De pink is warm. Ja, heel mooi. Ja, die pink is zo mooi. En nat is hij nog mooier. Ik ga eerst eens even mascara aan doen. Ik zal doorgeven aan mijn man dat het moet van jou. Oh, Linda, heerlijk. Nou ja, ik zie gewoon in die groepen dat iedereen gewoon lekker elke kleur gebruikt die hij mooi vindt. Gewoon omdat je dingen wil proberen en jezelf moet ontdekken wat je mooi vindt bij jezelf. Gebruik hem dan echt op dat hele kleine dunne plooitje. Dan krijg je in ieder geval die sprankeling. Nee, de Ellie, de Rosé Gold Highlight is echt een stuk lichter. Oké, jongens. Ik ga even een mascaretje opdoen. En dan ga ik zo nog eens even kijken wat het ooghoekje nodig heeft voor een lekker lookje. En we gaan natuurlijk iets op de lippen doen. Want een hele uitgebreide, knallende ooglook wil ik er niet van maken. Omdat het dus gaat om de Power of Mintens. Dus gewoon normaal opmaken. Gewoon een daglookje, niet te veel producten. Dat laat eigenlijk al meer dan genoeg zien hoe mooi en verzorgd je eruit ziet zonder helemaal crazy all the way te gaan. Het is wel een heel gek gezicht hè, dit. Ah, holy moly moly. Even lekker al die haartjes in de coating zetten. En even goed omhoog drukken met die punt. Zie je, ik draai mijn kwastje om, zodat ik met dat puntje lekker die haartjes hier in de hoek lekker omhoog kan duwen. Daar krijg je een wat meer liftend effect van. En ik knijp een beetje, kijk, mijn oog dicht.
En dan doe ik ook nog een laagje mascara. Dan kan ik ook lekker omhoog duwen met die roller. Want ik heb heel weinig haar, daar wel, zeg maar, op mijn ogen. Op mijn hoofd zit genoeg. En ik heb dus gewoon echt wel wat mascara nodig. Oh. Jongens, maar echt. Zo. Geweldig, hè, dit. Ik word hier echt zo blij van. Laat ik nog wel even afmaken wat ik altijd doe. Sowieso de High Cover Concealer. Extra light. Even onder het hoogste punt van mijn wenkbrauw. Oh, maar dit ook weer. Jongens, dit kan je toch gewoon niet vergeten. Moet je kijken wat het doet. Bang. En ik zou eventueel nog even wat extra mauve kunnen stempelen. Want als ik nu ontspannen in de spiegel kijk, vind ik eigenlijk dat ik hier nog wel wat mis. En dan kan ik hem ook nog wel iets breder trekken. En dan heb ik de oude highlight kwast nog bij de hand. En dan ga ik toch nog eventjes die randjes mooi zo zacht maken. Moet je kijken hoe mooi dat wordt meteen. Hoe moet je nat blenden? Vraagt Floortje. Ja, want ik ben natuurlijk lekker doorgeraasd. Luister. Als je dus met je klassieke kwastje je vochtig je oogschaduw hebt aangebracht, wacht dan niet tot die helemaal droog is, maar tot die bijna droog is. En dan kan je dus prima met je blendkwastje heel voorzichtig de randjes een beetje blenden. Kijk, zoals nu, dat het mooi in elkaar overloopt. Dat gaat dan echt nog lukken. En dan kan je hem hier ook zacht maken. Want anders krijg je een beetje zo'n korrelig randje hier. Dat is de truc, Floortje. Ja, kan ook nog, Christa, de finisher op de oogleden om de oogleden te fixeren. Oh, leuk. Daisy heeft een mooi gedichtje. Die ga ik straks even lezen. Ja, geen dagcreme op de bovenste oogleden heb ik inderdaad ook verteld. Geen oogcreme. Eerst dat finisher oogleden, dan primer, dan oogschaduw. Kunnen we ook nog proberen. Ja, dit is echt heel cool. Zal ik het dan even rustig houden met de Pinking of You? Om inderdaad te zorgen dat we niet too much doen. Of misschien de nude is. Nou ja, ik doe gewoon even Pinking of You. Gewoon een alledaagse kleur lipgloss. Net even iets meer dan je eigen lip. Nee, ik vind hem niet leuk erbij. Ik vind hem mag net even iets warmer, jongens. Auw, mijn mond ook doet zeer. Oké. Ja, dit is hem. Ja, dat komt door de Pinking of You. Pink oogschaduw. Daar zit, het is roze, maar er zit ook een gouden terratoon in. Het is echt een mooie persik. En dan is dit kleurtje net eventjes ietsje leuker. Kijk nou. Wacht. Geweldig, hè, dit. Hoe leuk is dit, jongens? The power of Mintense. Nou, je kan wel recht stellen. Oké, ik heb mijn ogen misschien toch iets donkerder opgemaakt dan dat eigenlijk de bedoeling was. Ik heb wel een potloodlijntje gebruikt, maar eigenlijk gewoon onder de oogschaduw. Maar alsnog is dit natuurlijk echt een enorm verschil. Hoe leuk.
Als ik geen oogschaduw op doe, doe ik toch altijd nog highlight onder de wenkbrauw, zegt Melissa. Ja, lekker, ik snap het helemaal hoor. Ik zet nu vaak de Just Peachy erover. Wenkbrauw medium, ja, in de arcadeboog. En de Silky Orange, leuk Ellie. Esther, ik hou niet van glansjes onder mijn... Ik ben gek op glans, maar niet onder mijn wenkbrauw. Ik vind, naarmate ik ouder word, dat gewoon niet meer zo charmant bij mezelf. Daarbij, iets wat je highlight, komt automatisch naar voren. En een glansje pakt echt het licht op. En het lijkt daardoor alsof je ogen dieper in de kas liggen. En dat is waarom ik het niet doe. Leuk Daisy, ik ga zo even rustig lezen. Ja, ik vind mat gewoon moderner, strakker. En ik kan met die high cover concealer, misschien ook nog even een goede Esther, kan ik ook nog de vorm van mijn oogschaduw aanpassen. Dus ik kan de bol net even scherper maken. Ellie, welke twee lipglosses deed jij bij What a Drama Queen ook weer? Nou, sowieso de Pinking of You. Dan krijg je echt een schitterende koraaltint. En hij is ook heel leuk bij de Tickled. Ja, voor Ellie. Dit is lipgloss. Nude with Attitude. Vroeger heette die Nude with Attitude. Vond ik nog leuker. Ja. Alright, nou. Zo leuk om te zien wat het verschil is, ja. Gaaf, hè? Ja, dit is gewoon super, super cool, dit. Nou, lieve mensen, ik zie dat jullie elkaar ook echt helpen tijdens die live shows. Dat is echt super leuk. Drink even lekker een drankje op de vrijdagavond. Geniet van het inluiden van het weekend. Ga morgenochtend toch eens voor de spiegel zitten. En begin gewoon eens aan één kant. En tip van Flip, begin aan de moeilijke kant. Want die makkelijke kant heb je er heel snel op zitten. Dus, morgenochtend. Misschien moeten jullie in de fans en fans groep elkaar inspireren om dit ook te doen. En laat gewoon eens zien wat voor power Mintens jou geeft. Laten we dat doen. Een oproepje. Dit is een oproepje voor alle fans. In de fans en friends groep. Laat jouw power van Mintens eens zien. Wat doet het voor jou? Nou, hiermee sluit ik af. Lieve mensen, ik schrijf alles voor jullie op. En ik hoop dat jullie een heel fijn weekend hebben. Tot woensdag!